Dit is het moment dat je voor de vier stoelen staat. Ik hoop dat jullie een beetje het concept kennen. Dan doe je een blind audition. En daar heb ik dit nummer gezongen. En daardoor blijft het altijd een bijzonder plekje in mijn hart hebben. Het is een nummer van Ios. En ik heb daar een beetje mijn eigen versie van gemaakt. Sommige mensen kennen het van Suzanne Freek. Andere mensen kennen het van Hugo van der Lubbe. Altijd wel iemand heet het. Hoe zeg ik het? Roseanne, lekker op zijn. Roseanne, ja. Maar je bent een Zeeuws-Vlaamse, ja. Maar dat is wel echt Nederlands, hè? Ja. Soms zijn daar de mening over verdeeld, maar... Ja. Ik mag vertellen eens heel kort, Roseanne, want ik zie jou voor het eerst in Middelburg, maar jij bent al wat langer bezig. Ja, klopt. Wat doe je allemaal? Ik ben Roseanne en ik maak Nederlandstalige popmuziek samen met mijn band. Is deel van mijn band. Ja. en ik heb heel veel toffe dingen mogen doen. Ik heb in de halve finale gestaan in de Voice van Vlaanderen. Ik heb meegedaan aan de Mentos Grote Prijs van Nederland. We hebben op festivals gespeeld, als Constatie, Vestrock, Wijkrock, Rijnsfestival, Zeeland. Dus we hebben wel heel veel toffe dingen gedaan. Eigenlijk heb je alle dingen, alleen vandaag grieps. Ja. Dat is misschien niet helemaal jouw jaar. Nee, precies. Maar hoe lang ben je al bezig? Iets meer, anderhalf jaar bijna. Nou, dat klinkt als een raketachtige. Anderhalf jaar als band, zeg maar. Maar jij was daarvoor al... Ja, ik was daarvoor al bezig. Maar sinds anderhalf jaar is het wat serieuzer geworden, omdat toen net de Voice klaar was. En toen dacht ik, oké, ik wil nu doorpakken. En toen in die raket gesprek. Ja.
Hey, en hoe kennen jullie elkaar dan? Want Jamie, jij bent echt wel Middelburger. Ja, ja. Inmiddels niet meer, maar woon je nou in Vlissingen tegenwoordig? Ik woon in Vlissingen. Ja. En studeer je nou ook nog in Rotterdam of ben je klaar? Ja. Nou ja, over 2 weken ga ik afstuderen. Oh, lekker. Het consortium van Rotterdam. En nu woon ik in Vlissingen en eigenlijk in Middelburg ben ik opgegroeid. En daar ben ik ook Nick tegengekomen, hebben bandjes gespeeld. En ja, weet je, Zeeland is zo klein, dus je komt elkaar overal wel tegen. Ja. En nou, volgens mij, Rozan die studeerde in Rotterdam en die kwam in contact. En toen zag ik dat ze muziek had uitgebracht. En dat vond ik super gaaf. Ik had echt een mooie stem en een mooie muziek eronder. Dus toen dacht ik, nou, daar kunnen we wel misschien wel een band achter zetten. Want ik zag dat wel gebeuren. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje gelopen. En nu gaan we ook mijn eindexamen in Rotterdam ga ik ook afsluiten met hun, zeg maar. Dus dat... Oh, echt waar? Jij zit op dezelfde opleiding ook? Nee. Nou, dat is andersom. Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, maar jij speelt sowieso in allerlei bands gespeeld. Ja. En laatst kwam je allemaal buiten met, je wil weer een klein beetje terug naar waar je bent begonnen. Ja, dus met Amanda Simons hebben we in de Piek wat gedaan, eigen werk. Maar ook heel veel verschillende dingen. Dan sta je weer in Amsterdam en dan ergens, weet niet, een klein plaatje in een dorpje, Koningsdag, weet je wel. Maar dat vind ik ook leuk. Jij springt ook gewoon graag bij andere bands als mensen nodig. En maakt het dan nog uit wat voor muziek gespeeld wordt? Nee. Hoe zou je jouw muziek omschrijven? Je bent niet singer-songwriter of ja, toch wel? Ja, singer-songwriter is meer qua dat ik zing en mijn eigen muziek maak. Maar het is een beetje Nederlandstalige popmuziek zoals Vrouwtjes, Team, Mo, Pommelien, Thijs. Dus eigenlijk, ja, die... Ja, die laatste die je nu zegt, die kende ik dus ook niet, maar het staat de jongens van Peer, en dat is ook weer een Middelburgse band, die waren in dat voorprogramma. Ja. En ik dacht, ga toch eens even kijken waarom ze dat zo leuk vonden. Toen zag ik daar even de heisa in België rondom die artiesten. Ik denk zo, dat is een andere koek. Ja. Ja. Dus ja, dat is hartstikke leuk. En vertel jij eens jouw geschiedenis of jouw... Ja, ook opgegroeid in Middelburg. Zo ook een beetje in het muziekwereld hier in Zeeland terechtgekomen. Eigenlijk via Jamie. Ik speelde ooit op de band Stafette. Toen nog op het Abdijplein. En toen kwam ik onder andere Jamie tegen. En toen zijn we steeds meer muziek gaan maken in verschillende formaties. En nu dus met Rozan. En dat is nog steeds super leuk. We genieten elke keer weer heel erg als we met de band samen mogen spelen. En volgende week wel een hoogtepuntje op de agenda. Dan spelen we in de spot. En hoe vaak hebben jullie zelf al in de spot gespeeld? Al eerder? Ja, toch wel meerdere keren. Maar het is toch altijd weer wel speciaal. Zeker als je met een eigen show, met eigen werk daar speelt. Het blijft voor ons echt onze hometown, zeg maar. En, ja, goed thuiskomen. Ja. En hoe voelt dat voor jou dan? Want voor jou is het... is dat nou een uitwedstrijd? Ja, misschien wel. Ja, dit is wel een thuiswedstrijd. Voor mij is Zeeland thuis, dus dat is heel breed. Dus voor mij is het wel gewoon een thuiswedstrijd. Maar komt de sluizenomgeving hier ook naar afgereisd, denk je? Of, zoals ik het nu hoor wel. Dus er komen toch wel mensen die gaan door de tunnel, gaan ze de grote reis maken naar Middelburg. Ja, ja. En wat kan je nou op zo'n avond verwachten bij jullie? Dat het is niet van, we gaan dus even dat publiek helemaal gek maken. Of wordt er ook gewoon gesprongen, gedanst en hoe stond het? Ik heb ook maar één liedje van je gehoord en dat klonk redelijk ingetogen, maar wel heel mooi. Ja. Maar dan denk je al snel van, het is vooral luisteren muziek. Maar wat dat betreft gaan we mensen verrassen, denk ik. Ja. Want, dat er zit ook wel wat dansbaardere muziek in. We zoeken in onze laatste nummers ook een beetje de 80s sound op. Het wordt ook zeker dansen en springen. Het is gewoon een mix van alles. Weet je wel. Kijk, de basis is natuurlijk singer-songwriter, dus Rozan met gitaar. Maar ja, kijk, als je dan iemand een toetsen erbij krijgt, een drums, weet je, een volledige drumstel en ik heb een synthbas erbij. Had u de volle bezetting, zijn jullie met 5? Ja, dat is volle. Ja. Nou, dan krijg je een heel ander geluid, weet je wel. Dan alleen maar een zangeres met de gitaar. Dat is heel anders. Dus. Ja, dus we hopen dan ook echt mensen kennis te laten maken met onze nieuwe sound, zeg maar. Onze, een soort huisstijl. Want jullie werken ook steeds aan nieuwe nummers en, zeker. En schrijven jullie dat dan samen of ben jij dat vooral? Meestal, we hebben ook dingen samengeschreven, maar er zijn ook dingen dat ik met een nummer naar de repetitie kom en zeg, ik heb dit nummer geschreven, wat vinden jullie ervan? En dan soms is het van nee en soms is het ja tof, dit gaan we doen. En dan, ga jij een beetje zitten plukken. Ja, het begint dan te leven eigenlijk. Dat is wel heel erg tof. Ja, dat is wel fijn. Dat je, met een muzikant hebben we al best wel wat dingen gedaan. En dan als je dan iets hoort, denk je, oh, dat is gaaf. En dan hoor ik dit bij, weet je wel. Dus dan komt het allemaal samen.
En ik denk ook doordat we zo vaak samen hebben gespeeld, dat proces heel snel gaat. Ja. En dat is wel heel gaaf. Ja. Kost een kaartje volgende week? 10 euro. Nou, dat is een nette prijs. Dus kan je er ook nog een beetje bier bij kopen, dus of wijn, precies, of water. Oké, super. Nog andere dingen die jullie graag even kwijt willen aan de Middelburgers? Ja, kom zeker kijken volgende week. Ja, lijkt staat goed, er wel in mij. Ja, neem maar je vrienden mee. Dus. Ja. Ja. Het wordt echt super tof. Het wordt echt een show om nooit te vergeten. Nou, heel tof. Dank jullie wel.